Dit is Peter van Essen, in het dagelijks leven componist en violist. Hij heeft met verschillende artiesten samengewerkt en in 2011 bracht hij zijn eerste soloalbum uit, genaamd In Uw Schaduw. Naast zijn muzikantschap geeft Peter onderwijs over aanbidding in kerken. Eerste stelling: migranten mogen na aankomst in Nederland voorlopig geen bijstandsuitkering krijgen. Daar ben ik het mee oneens. Ja, ik denk dat het hangt natuurlijk wel af waarom mensen naar Nederland komen en hoe hun situatie is. In het algemeen, met name asielzoekers en vluchtelingen, hebben vaak erg veel meegemaakt. Ja, ik vind wat dat betreft dat een stukje naastenliefde erg belangrijk is, juist naar dit soort zwakke, kwetsbare mensen. De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat er al heel erg veel asfalt ligt in Nederland. En vaak worden wegen toch aangelegd vanwege het gemak of vanwege de tijdwinst van een halve minuut of een minuut. En ik denk dat het belang van de natuur toch zwaarder weegt dan het belang van dat we een half minuutje eerder op een bestemming zijn gekomen. Nou, eens kijken wat de uitslag is. SP. Nou ja, dat verbaast me op zich niet zo erg, want ik vind op zich belangrijk dat er aandacht is voor de zwakken in de samenleving. Dat komt de laatste jaren steeds meer in gedrang, vind ik. Ik had eigenlijk verwacht ChristenUnie, maar wat betreft het beleid voor de zwakken denk ik dat ze vrij dicht bij elkaar liggen in een aantal opzichten. Het is wel voor mij dus reden om nog eens te kijken naar de SP en de standpunten van de ChristenUnie en de SP te vergelijken.